Goedemiddag allemaal. Allereerst hartelijk dank voor de uitnodiging. En ik wou beginnen eigenlijk met namens GroenLinks onze sympathie te betuigen met de Occupy-beweging en met de doelen die jullie nastreven. Die wij nastreven, kan ik eigenlijk wel zeggen, want als je ziet de huidige financiële crisis, wie daar het meest van te lijden heeft, dat zijn de gewone mensen. Als je kijkt naar Griekenland, waar 130 miljard naartoe wordt gegaan. Naartoe wordt gesluist en het wordt eigenlijk voor het grootste deel direct weer doorgesluist naar banken en andere grote instellingen. Dan zeg ik, dat kan eerlijker en wat GroenLinks betreft kan het niet alleen eerlijker, maar ook groener. Dus wat dat betreft sympathie en denk ik dat we voor een groot deel dezelfde doelen nastreven. Demonstratierecht, wat dat betreft zijn we heel erg benieuwd naar wat de rechter volgende week gaat zeggen, want ja, net als het doel van de actie van Occupy is de demonstratie zoals die nu hier plaatsvindt, ja, toch eigenlijk ook wel ongebruikelijk en eigenlijk voor het eerst in de geschiedenis. Dus ik ben heel erg benieuwd wat de rechter volgende week gaat zeggen. Ik vind het heel erg jammer dat Van Aartsen niet heeft gekozen om eerst met de gemeenteraad te overleggen voordat hij die brief naar jullie gestuurd heeft. Maar ja, dat is iets wat we nog met hem zullen gaan bespreken. Voor nu zou ik willen zeggen, nou ja, misschien is het niet iedereen die er had willen zijn. Maar het is in ieder geval mooi dat er nu een aftrap is gemaakt voor een hete lente. En wat mij betreft zien we elkaar nog vaker de komende maanden. Dankjewel en succes! David Rietveld, dankjewel.